criminaliteit ook niet om. Nee, maar daar wil ik al wat op zeggen. Hebben we het over legalisatie? Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar even, Blauwzoen, heel vaak aan het spelen op festivals. Zie jij dit ook? Ze staan allemaal bij watertappunten. Ik vind het ook heel normaal. Ik vind het ook een belachelijke campagne. En ik ben het met je eens. Op het moment dat je ranja of koffie gaat verbieden, ontstaat er ook criminaliteit om. Dus er is een heel groot probleem. Maar laten we niet jij hebt het steeds over de waarheid. Mensen confronteren met een waarheid. De waarheid is dat het bestaat en het is verboden. Ja. En als je iets verbiedt, dan ontstaan daar allerlei schimmige dingen omheen. Dus dan komen we toch via jou toch inderdaad op dat punt van moet je dan legaliseren? Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Ik denk dat eigenlijk een kloof, dat het ook een kloof creëert tussen eigenlijk mensen zoals wij die het normaal vinden en politie die je eigenlijk te vriend wil hebben. Maar eigenlijk heel vaak zit je dan in de situatie waarin de politie dus niet je vriend zal zijn. Nou, en ik zeg niet dat er geen problemen zijn, want die zijn er enorm. Maar het is wel heel makkelijk. Het is heel makkelijk om het verbod de schuld te geven. Kijk, en je kan wel vinden dat iets niet illegaal moet zijn, maar het is illegaal. Ik kan ook door een rood licht rijden bij een stoplicht en zeggen, ja, die kleurtjes doen daar eigenlijk niet zoveel toe. Ik vind dat ik gewoon al door moet rijden. Zo werkt het niet in de samenleving. We maken met elkaar afspraken. Democratisch, hè, dus daar hebben we een Tweede Kamer voor, Eerste Kamer voor. Die bepalen vervolgens bijvoorbeeld wat voor drugs legaal zijn en welke illegaal. En deze drugs, coke, pillen, MDMA, zijn allemaal illegaal. Dat betekent dat als je daar als gebruiker, ook al hoe normaal je het ook vindt, dat is je eigen mening, dat vind ik niet, maar dat mag je vinden. Hoe normaal je het ook vindt, het blijft illegaal. En daarmee stimuleer je dus, of je dat nou leuk vindt of niet, ook die drugscriminaliteit. Dat is nou eenmaal het feit. Illegaliteit is geen mening. Het is nou eenmaal het geval wel of niet. Mag ik dan een vraag stellen aan je? Tuurlijk. Waarom doet Rotterdam dan niet mee aan